Ja, mijn naam is Jeffrey Lanters en ik ben 10 jaar geleden afgestudeerd op het Sint-Lucas in Eindhoven op de opleiding Software Development. Door na 4 jaar Sint-Lucas te hebben gestudeerd, heb ik op de opleiding zoveel verschillende facetten van het bedrijfsleven geleerd. En die kon ik enorm goed inzetten om mijn eigen bedrijf hier op te stellen. Vanuit mijn expertise vanuit het Sint-Lucas heb ik niet per se geleerd om games te ontwikkelen, maar geleerd om ervaringen te maken. En die expertise heb ik hier toegepast. Ze maken super toffe virtual reality experiences of augmented reality experiences. En een van de dingen waar we zelf enorm trots op zijn, dat is Pillow. Ons eigen project en dit hebben we helemaal in huis ontwikkeld. En dat is een kussen waarmee dat je voor bijvoorbeeld revalidatiezorg of voor gezondheidszorg spelletjes kunt spelen. Dus met die technologie die we hebben gemaakt, dat kussen waarmee dat je speelt, kunnen we gamen toegankelijk maken voor iedereen, ook voor de mensen die dat echt niet kunnen, zowel fysiek als mentaal. Het vermarkt ons ook niet als softwarebedrijf, maar echt als storyteller. Dus wij gaan eigenlijk jouw probleem op een leuke manier vertellen. En dat kan zijn door een game of een experience of iets fysieks, iets waar je mee aan de slag kunt gaan. Wat heel tof is, is de smartball. Dat is een bal die bedoeld is om kinderen te activeren om meer in beweging te zijn. Het idee is dat je met je telefoon en die smartball oefeningen gaat doen. En daarmee word je begeleid in die oefeningen door allemaal bekende voetballers. In Nederland werken we samen met Touzani. Een bekende voetbal-YouTuber, waarbij dit product gekoppeld is aan zijn naam. En zo ligt hij voor verschillende klanten overal in de wereld in de schappen. Mijn advies voor iemand die bezig is met het maken van een studiekeuze is vooral doe absoluut wat je leuk vindt en ga op zoek naar juist die creatieve opleidingen en die uitdagingen voor jezelf. Heel veel opleidingen van het Sint-Lucas die zijn nog erg nieuw, maar ik denk dat het vooral als ik kijk naar mezelf heel belangrijk is dat je toch in die industrie duikt, want tegen de tijd dat je er afstudeert dan is de industrie al zoveel verder doorontwikkeld dat er meestal heel erg veel jobs in zijn of dat je die zelf kunt creëren.